Super hot. Super hot. Super hot. Yo, Kees van IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van Super Hot. We gaan verder met het laatste level. Ik heb steeds een beetje vage stem, een beetje hoesten en alles. Ook elke keer dit zeg, ik neem het in één keer op. Ik heb even uitgezocht hoe ik het laatste level ongeveer moet gaan spelen. Nee, een keer niet raar. Want ik moet het gewoon even een heel tijdje zien uit te houden nu. Eigenlijk wat de hele bedoeling nu eigenlijk was. Van de game. Oh, ik heb geen wapen. Dat is horrible. Als je geen wapen hebt. Die is voor jou. Even geen last. Gewoon maar eventjes voor mijn minuutje volhouden of zo. Zou wel te doen moeten zijn. Hoop ik. Oké, return. Nee, we gaan niet returnen. Ik heb ook zo gezien wat ik moet doen. En daar ben ik ook niet echt vrolijk van. Spant die serieus achter mij. Oké dan. Jij bent dood. Dank je voor je wapen. Ook weer bijna zelf dood. Oeh. Kom. Met teennagel. Dat loopt op zich wel lastig. Oké. Dat is pretty shitty. Oh. Rushy dead, af en toe. Maar die heb je af en toe nodig. Nou, return to the core. Daarmee heb ik dus vorige keer mee in verwarring geraakt. Niet take the core. Want dan moet ik gewoon surviven. Heel slecht aflopen. Ja, ik wilde eigenlijk wegrennen, maar het lukte niet. Want ik moet ergens op een veilige plek blijven staan. Ik ben even snel op deze kant op. Want er ligt eigenlijk nog een wapen. Af. Van jou de quest af. Van jou ook. Return. Never. Nou, oh, niet ik nog serieus een wapen. Oké, dit wapen doet het ook goed. Ja, nee, daar kon ik nog niks mee doen. Ja. Oh. Maar ik kan daar toch gaan switchen van character. Wat heel handig is. Dus als ik dood ga, kan ik altijd nog switchen eigenlijk. Maar dat doe ik eigenlijk gewoon totaal niet. Ik switch mijn kerk eigenlijk heel raar in deze game. Ik druk de E en dat deed hij niks. Oké, that's weird. Oké, dat wil ik dus heel graag hebben. Met die. Zo'n gast hier achteruit gaan switchen. Oké,
Wat moet ik nou precies doen dan? Dat ik het beter kunnen bewaren. Oké. Okay. Ik denk de hot switch, dat er nog steeds. Maar wat is een hot switch? Oké, in ieder geval heb ik weer een wapen. Hop. En dan heb ik gewoon YouTube erbij pakken, kijk precies wat ik moet doen. Nou, ammo. Nee, ik ga op YouTube kijken wat ik precies moet doen. Misschien zo meteen even terug. Oké, wat ik dus had verwacht, wat ik eerst zou doen was eigenlijk wel goed. En wat ik dus dacht wat ik moest doen, was dus eigenlijk fout. Gewoon overleven. Nee, ik moest die switch toch doen wat ik in de vorige episode deed. Dus ik heb weer 7 minuten van mijn leven gespeeld. Of nog meer zelfs. Hop. Boom. Dan moet ik zoiets gaan doen en dan... Ik weet niet precies. Welke knop ik precies moet drukken eigenlijk. De vorige keer dat ik op die knop drukte, deed ik eigenlijk ook maar iets. Press E. En dat werkt wel. De vorige keer niet. Weird. Uploading. 58%. Moet dus nog een gedeelte doen schijnbaar. Ik mis een achterdeel. Die achterkant maak ik al mis. Dit wapen nu moet ik direct hebben eigenlijk. Jij schiet vanaf daar. Dan gooi ik jouw pistooltje met je handen. Mag jij even down. Het is wel een heel chill wapen. Ik moet wel heel wat mee gaan kunnen. Nee, ga ik weer dood. Zou ik de andere kant eens uitlopen? Die kant op. Kan ik dan allemaal tegenkomen voor rare shit? Sta ik hier naar boven? Ik weet dat je even naar deze kant klopt. Hoppa. Mag nog niet. Wow, jezus. Shotgun gast. Dus die kan echt wel een stuk makkelijker gaan worden. Voor mijn doen. Dit is hoe het game gespeeld moet worden. Op zo'n manier. Laat ze maar komen. Is heel erg hard gekist, want het zal wel makkelijker zijn. Press E. Hoppa! We kunnen het wel. Nee, het duurt eventjes. Ik hoop dat dit de laatste is.
Nope. Nog another one. Nee, moet ik eerst die shotgun moet ik uitschakelen, dat hoeft zo. Zo, die gast. En die shotgun is ook echt heel vervelend. Hoppa. Come on. Come by papa. Papa de mamma. Goed, ik heb een nieuw wapentje neerleg voor papa. Oké. Okay. Bij papa. Deze nog eventjes hebben. Ik zit er eentje op het hoekje komt. Press E. Nee, was dit het. Oké, hopelijk 100%. En klaar. Hij is 100%. En dat was het. You are still weak. Nee, hij vertelt dat er nog een level achteraan komt. Come on, is het nou klaar? Die final level. Hallo? Something is holding you back. Laat mij eruit! You must set yourself free. Come on. Let me out of here. En... floep! Wit scherm. Your mind is software. My body is holding me back. Set your mind free. Hoppa. Hij is vrij. Neem ik aan. Endless mode unlocked. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Dus de game is over. One of us. Ik wist niet eens wie copyright is, maar in ieder geval, laat een like en vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg!